Lions Club Voorburg organiseert voor de vijfde keer de coördinatie van de landelijke inzamelingsactie van Douwe Egbertspunten voor pakken koffie voor voedselbanken. Dit doet zij in nauwe samenwerking met Voedselbanken Nederland. Midvie TV is vandaag te gast bij aannemersbedrijf Granneman in Stompwijk. Jaap Stelling is coördinator van de Lions Club Voorburg. Jullie organiseren het voor de vijfde keer. Hoe komt het zo dat het voor de vijfde keer door dezelfde club georganiseerd wordt? We hebben de expertise inmiddels. Het is zo'n succes, dus daar moet je mee doorgaan. De eerste keer is spontaan in 2012. Toen haalden we 5000 pakken koffie op. Het jaar daarop al 100.000. En we verwachten nu toch weer van Douwe Egberts 100.000 pakken koffie te krijgen. De inzameling is 4 keer in december geweest. Het bleek dat het voor de voedselbanken slecht uitkwam. Het kwam de winkeliers waar de inzameldozen staan ook niet zo goed uit. Dus ze waren erg blij dat we het 2 maanden hebben opgeschoven. Februari. Wat is nu precies het idee achter de Douwe Egbertspuntenactie? Voedselbanken krijgen heel weinig koffie. Bijna geen koffie. Koffie wordt niet aangeboden aan voedselbanken. Toch willen mensen graag koffie drinken. En dat is dus het idee. Douwe Egberts geeft ons nog koffie voor punten. Herbert Verseveld, die de coördinator is van het inzamelen van het oude en vreemde geld, die vroeg mij, joh Jaap, jij gaat weer die Douwe Egberts waardepunten inzamelen. Kun je dat niet combineren met het inzamelen van het oude en vreemde geld, wat wij al jaren doen? Dan zitten we zo op 20.000, 25.000 euro, alleen in het oude geld. Gecombineerd met de 280.000 euro die punten waard zijn die we straks gaan inleveren, hebben we vandaag een transactie van 300.000 euro. Herbert Verseveld, coördinator van de actie Oud en Vreemd Geld. Wat gaat er precies gebeuren? Wij zamelen al een aantal jaren oud en vreemd geld in. En deze keer hebben de Lions Clubs dat gecombineerd. Heel veel Lions Clubs hebben dat gecombineerd met Douwe Egbertsbonnen. En dat wordt gebruikt voor oogoperaties in derde wereldlanden. Als wij 10 euro hebben, dan legt Wilde Gansen daar 50% bovenop. Dan hebben we 15 euro. En een oogoperatie in eenvoudig land in Afrika kost ongeveer 30 euro. Dan zeggen we tegen het Robin Hood principe passen wij toe. Dan zeggen we tegen die ziekenhuis daar, vraag aan de rijke man maar 45. Nou, je 15 over. En de 15 van ons heb je weer 30 euro. En dan kan je een arme man voor niks opereren aan een eenvoudige staaroperatie. Nou, is heel opvallend. U heeft een heel mooi vest aan met heel veel speldjes. Wat is het idee daarachter? Ik ben 1992 ben ik gouverneur geweest van de Lions. Dat ben ik geweest op de internationale conventie in Amerika. En dan loopt men allemaal in zo'n ding. En dan heeft elk land heeft een pin. En dan heeft Nederland heeft een pin en dan ga je ruilen. Trade the pin roepen ze de hele dag. En dan heb je hele mooie en minder mooie. U bent van welke Lions Club? Rotterdam Zuid. En hoeveel punten heeft u totaal opgehaald? 120.624. En hoe lang bent u daar nou mee bezig geweest? Een kleine maand. Gaat u de actie volgend jaar ook weer doen? Ja, dat gaan we wel doen. Tenminste, dat is wel het voornemen. En ik heb ook al een idee, want je merkt toch dat heel veel Senseo-punten... Hè? En ja, je moet feitelijk, want we hebben ook in een kerk ingezameld en daar hebben we eigenlijk ook heel veel punten opgehaald. Dus ja, mensen die Senseo koffie drinken, daar moet je zijn feitelijk. Jullie zijn van de Lions Club uit Bilthoven. En hoe lang doen jullie dit werk al? Zegels verzamelen bedoel je? Dat is een jaar of 3, 4 ja, nu? Voor de vierde keer. Vierde keer. Het is ooit opgestart door Lions Club Voorburg. En willen jullie meedoen? Nou, dan krijg je het jaar erop weer een oproep om mee te doen aan de actie. En toen was de opbrengst weer groter dan het jaar daarvoor. Dat was ook dit jaar weer nog groter. Dus wij zijn heel erg gemotiveerd om, denk ik, volgend jaar weer mee te doen aan de actie. Omdat het eigenlijk weinig moeite kost. En het, je ziet het resultaat. Het is fantastisch. En als je daar een heleboel mensen toch mee kunt helpen, dan is dat een hele waardevolle actie. En hoeveel hebben jullie in totaal opgehaald dit jaar? Wat was het? 585.674. Ronnie Wolf, president van de Lions Club. Wat is precies uw functie? Ja, je bent de voorzitter van het bestuur. Je moet dingen regelen met je bestuur samen. Originele ideeën verzinnen.
problemen oplossen, toespraken houden op begrafenissen. Kortom, voorzitter van een bestuur. We hebben een systeem dat je zit 3 jaar in het bestuur. Het eerste jaar ben je vicepresident om het vak te leren. Dan ben je president en daarna ben je past president. En de past president is dat je de actuele president kan helpen met je ervaring die je de afgelopen jaren hebt opgedaan. We zijn hier bijeen in Stompwijk. Heel veel vertegenwoordigers uit het hele land zijn hier naartoe gekomen. Wat mij opvalt is dat het overgrote deel allemaal mannen zijn. Ik denk dat het merendeel van de Lions Club mannenclub zijn. Maar je hebt ook clubs, vrouwenclubs. En dat is misschien toch ook een emancipatie die moet plaatsvinden in de Lions. Hè? Er zijn wel wat gemengde clubs, maar het merendeel is nog mannenclub, ja. Dames en heren, welkom hier bij de afsluiting van de Douwe Egberts inzamelactie van voedsel, van koffiepunten. En we hebben een heleboel projecten in het Lionsland. Ik ga ze u niet allemaal noemen. Maar één project dat gaat vandaag wel plaatsvinden en dat is de inzameling van oud en vreemd geld. En dat is gedaan door Herbert Verseveld. En als ik goed geïnformeerd ben, is dat een bedrag van ongeveer 35.000 euro. En ik heb het voorrecht, Herbert, om jou symbolisch deze 35.000 gulden te mogen overhandigen. Dankjewel. Eigenlijk is het onbegrijpelijk dat in zo'n rijk land als Nederland, dat er toch ongeveer 1 miljoen mensen onder de armoedegrens leven. En daaronder een paar honderdduizend kinderen. Maar dankzij de voedselbanken hebben heel veel van deze mensen die kunnen gebruik maken van die voedselbanken. De voedselbank wordt gerund door allemaal vrijwilligers. Zoals de Lions ook eigenlijk allemaal vrijwilligers zijn. En ik wil eigenlijk een hartelijk applaus hebben voor al die vrijwilligers. Het eerste jaar is er ongeveer voor 2,5 miljoen aan punten bijeengebracht. En dat vertegenwoordigde 5600 koffiepakken. En schrik niet, dit jaar is er 57 miljoen aan punten bijeengebracht. Namens Douwe Egberts, ik spreek hier namens Douwe Egberts, willen wij u, de Lions Club, meneer Stelling, voedselbanken en alle vrijwilligers enorm hartelijk bedanken. Dit is een actie die wij ontzettend waarderen en supporten. En daarom vinden wij het belangrijk om nu hier een bijdrage aan te leveren. Niet alleen de punten die verzameld zijn allemaal om te zetten in koffiepakken. Maar daar ook nog eens een keer 20% bovenop te doen. Namens Douwe Egberts. Ik denk dat het goed is dat u zich realiseert dat we als voedselbank op dit moment die mensen helpen waarbij we zelf de financiële criteria vaststellen. En wij zijn heel voorzichtig om die financiële criteria te verruimen, omdat wij voldoende voedselaanbod willen krijgen. En zo'n actie helpt enorm mee. Op dit moment is het zo dat de norm die wij hanteren als voedselbank zit op ongeveer 40% van de NIBUD-norm. En de NIBUD-norm dat wil zeggen het minimale bedrag wat je nodig hebt om van te kunnen leven. Wij zouden heel graag gaan naar 80, 90, 100%. En dat betekent, de komende jaren is onze verwachting de voedselbanken nog fors zullen groeien. Maar dat betekent ook dat we dus meer voedsel nodig hebben. Dus ook de voedselstroom moet groeien. En wij gaan dus die criteria pas verruimen als we het gevoel hebben dat structureel ook meer voedsel komt. Zoals gezegd, dit helpt mee.